Vanuit het niets kwam Echt voor Barendrecht 4 jaar geleden met 9 zetels in de raad. Het is de enige partij in de gemeente die geen banden heeft met een traditionele partij in Den Haag. En daar is de lijsttrekker trots op. We kunnen volstrekt onafhankelijk optreden. We kunnen gemakkelijk standpunten innemen. Er is niemand die meekijkt vanuit bijvoorbeeld Den Haag. Van joh, je moet dit of je moet dat, of we komen in een soort belangenconflict. We zijn heel vrij. Echt voor Barendrecht heeft geen dik verkiezingsprogramma waarmee ze op campagne gaan. Maar een 10-puntenplan waarmee ze de kiezers proberen te overtuigen. Ik denk dat we vooral doeners zijn. We zijn heel praktisch ingesteld. We hebben onderwerpen die zetten we op de agenda die erg aanspreken. En daarmee gaan we aan de slag. Dat herkennen mensen. En we zijn in staat om toch een hele grote achterban te mobiliseren. Die allemaal betrokken zijn en graag wat willen doen. Ja, een lokale partij is heel belangrijk. Omdat het dus boven de landelijke belangen uitstijgt. En echt kijkt van wat is belangrijk voor mijn bewoners, voor mijn regio of mijn dorp. Dat is heel belangrijk. De invloed van de burger wordt daarmee heel erg groot. Groter dan bij de VVD of de PvdA bijvoorbeeld? Ik kijk alleen naar het grote geheel en eigenlijk worden daar de individuen worden daar eigenlijk aan hun lot overgelaten. Heeft het ook nadelen dat u een lokale partij bent? Ja, daar heb ik ook nog eens over nagedacht. Maar zijn er nou de onderwerpen geweest de afgelopen 4 jaar waar we zeggen, goh, als we die lijntjes met Den Haag wel hadden gehad, dan hadden we dit of dat wel bereikt wat nu niet gelukt is. Ik denk het niet. Het enige wat je wel hebt is bijvoorbeeld dat landelijk georganiseerde partijen meer professionele trainings- en opleidingscursussen aanbieden. Dat moeten wij allemaal zelf organiseren. Maar ook dat doen we. En daar hebben we een hoop lol in hoor.